Sparta naar voren. De Sparta-podcast. Met Ruud van Os, Anton Slobboom en Frank Stout. En heel veel lachende gezichten, want inderdaad, Sparta staat vijfde. En dan nodigen we de man uit die altijd lacht. Dat was al even aangekondigd. Henk van Stee. Ja, nou ja, altijd lach. Ja, wel vaak. Zeker als het zonnetje schijnt, dan komt die smaal wel, ja. Bruine kop. Is te veel op de fiets, hè? Ja, je bent ook op de fiets hier naartoe gekomen. Ja, normaal gesproken met mijn racefietsie, maar nu even met de elektrische. Toch wel? Ja, nu je bent al 61, hè? Ja, ja, vertellen, hè. Maar zo voel ik me niet, hè? Je ziet er ook niet uit als 61, dank Henk. Dankjewel. Nee, die grap maakte vorige week ook richting Lydia. Ja. En toen was het wat meer gemeend. Anton, ja, je bent ook met de fiets? Ja, absoluut, ja. Ja, helemaal naar Kralingen. En het mooie is, de dag na de wedstrijd was de marathon. Heb ik zo'n hele grote Sparta-vlag opgehangen aan een hek. En die was vol in beeld. Dus dat, dat Sparta-gevoel van zaterdagavond dendert, ja, dat dendert echt nog door. Maar hoe oud ben jij? 42 ben ik. Oh, dus jij rijdt niet elektrisch? Nee, alleen vandaag even. Alleen vandaag. Alleen als je haast hebt. Omdat we hier zo gruwelijk vroeg beginnen. Er waren bij de marathon waren er ook veel Sparta-shirts, hè, Ruud? Het leeft echt in de stad. Jij was ook op de Coolsingel en daaromheen. Ja, ja, weet je, mijn radar staat daar dan voor aan. Dus ik stond bij de start en bij de finish. En dan pieuw, 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 pieuw. Ja, je blijft ze zien. Ik moet ook zeggen, Excelsior en Feyenoord ook. Feyenoord misschien wel het meest. Maar ik heb ook echt heel veel Sparta-shirts gezien. Ja, het leeft. Sparta leeft. Sparta staat vijfde. Daar gaan we lekker positief over lullen natuurlijk. Bij neerlaag of victorie, Sparta naar voren. En dat doen we dus met onze gast die speler is geweest. Assistent trainer, interim trainer, technisch directeur. Vertrokken daar in december 2021. Maar je bleef gewoon lekker komen naar het kasteel, Henk. Leo Beenhakker kwam niet naar de Kuip jarenlang. Maar jij bleef altijd komen volgens mij. Ja, allereerst, het was november. Eind november dat ik gestopt was bij Sparta. Maar neem niet weg dat ik uiteraard nog elke wedstrijd ga kijken. Dus dan wint jouw liefde voor Sparta het ten opzichte van het vervelende gevoel? Ja, vervelend gevoel. Ik had de keuze zelf gemaakt. Dat is heel simpel. En ik heb altijd gezegd, als je een probleem hebt met een persoon, dat wil niet zeggen dat je een probleem met de club moet krijgen. Dus je hoort het vaker dat mensen die al jaren niet meer bij een club komen. Maar in mijn geval, ik ga heel vaak naar de RVNAV, de amateurtak, jeugdwedstrijd van Sparta. En uiteraard, nummer 1 is Sparta 1. Dat is wel mooi, hè? Als je er zo in kan staan, Ruud. Ja, dat zou je iedereen toewensen, dat gevoel. Maar er zijn inderdaad mensen die rancuneus zijn en dan niet meer komen. Dat kan en dat mag. En we hebben het ook jaren geleden meegemaakt. Dat vond ik ook heel goed toen Wiljan Vloed ontslagen werd. De dag daarna zat hij gewoon bij ons aan tafel in FC Rijnmond. En is daar ook altijd open en eerlijk over geweest. En zo moet het, vind ik. Jij bent als een kind zo blij, Anton, natuurlijk met plek 5. Maar je vindt het niet erg dat we het eerst eventjes met Henk gaan hebben over zijn situatie en zijn Sparta-gevoel. Dat vind je eigenlijk wel erg, ja, vind ik eigenlijk wel erg, ja. Ja, ja, want kijk, wat een avond was dit. Nou, dit weet je, is het beste dan Sparta krijg jij even sinds een minuutje. Is gebouwd, ja? Is dit het beste Sparta op het nieuwe kasteel. Maar was dit ook... Het was zo goed. Het was zo mooi. Ja, we gaan het er dadelijk uitgebreid over hebben. Maar het was een weergaloze avond, toch? Nou, echt. Ja, laat ik eerlijk zeggen. Het eerste half uur vond ik echt geen reet aan. Nee, maar de doelpunten. Ja, precies, precies. Ik moest denken aan al die Spartanen die, net zoals jullie, gewoon al zo lang komen en zoveel matige seizoenen hebben meegemaakt. Tuurlijk, het werd leuk. Jij appte mij nog een jaar geleden, Fortuna Sparta 3-0. Ja. Dat is een jaar geleden. Ja, precies. En toen een week later Twente uit, die verloor je ook. Toen was de rekker uit, toen veranderde alles, maar dit was echt zalig. Ik heb met name van de tweede helft genoten. De sfeer was ook geweldig, hè? Zullen we die dan heel even parkeren? Ja. Want we zitten niet iedere week hier met Henk van Steen natuurlijk. In hoeverre, Henk, is dit huidige succes van Sparta ook een beetje jouw succes? Nou, het is meer ons succes. Zo'n klein beetje van jou? Nou ja, 3,5 jaar. Toen ik kwam, dat was in 2018. Toen was Sparta net gedegradeerd en toen moest alles opgebouwd worden. Natuurlijk weinig geld. Kunstgras, niet te vergeten. Maar toch met de aanstelling van Henk Vreese, die het 3 jaar uitstekend heeft gedaan. Ja, gepromoveerd, 11e, 8e. Maar met name ook heel veel geld verdiend voor de club. Waar ze, denk ik, nu de profijt van hebben. Dat ze een aantal spelers hebben kunnen kopen die toen die tijd onmogelijk waren. Je wilde dat Sparta een stabiele eredivisieclub zou worden. Nou, het lijkt er wel op dat ze daar heel hard naar op weg zijn. Ja, absoluut. Maar dat was een van de pijnpunten in het conflictje wat ik had met Sparta. Is dat je een plan maakt dat je elk jaar mee moet groeien
naar je doelstellingen. Dat was toen een stabiele Eredivisieclub. Daar staat tegenover dat je dan wel een bepaald budget moet hebben. En dat bleef een beetje achter door allerlei oorzaken. Is ook helemaal niet meer belangrijk. Het is alleen fijn dat ze uiteindelijk staan waar iedereen van heeft kunnen dromen dat het zou gebeuren. Maar we hebben de zekerheid nog niet dat het stabiel is. Ik bedoel, toen we achtste werden, het jaar daarna donderden we er haast uit. Dus nu staan we vijfde, misschien worden we zesde. Dat is geen garantie dat we volgend jaar weer daar staan. Als we volgend jaar daar weer staan, dan begin ik in stabiliteit te geloven. Ja, maar Ruud, laten we eerlijk zijn. Met die begroting die ze nu hebben en met die spelersgroep, ja, dan word je volgend jaar, als het heel slecht gaat, en dat was toen die tijd ook de doelstelling, word je 13e of 12e. En zit het mee, dan word je 5e, 6e, maar je gaat niet meer bij die onderste drie spelen. Nou, dat moet je ze even in Groningen ook vertellen. Dat je een begroting hebt waar je 5e of 13e mee kan worden. Die staan gewoon bijna laatste. Met een begroting die de best mag zijn. Ja, dat gebeurt één keer in de zoveel jaar gebeurt. Ik kijk maar naar Twente ook, dat weet ik ook wel, maar dat komt niet vaak voor. De kans dat je een stabiele Eredivisieclub blijft, is vele malen groter dan dat je nu een degradatiekandidaat gaat worden. Zeker met de huidige clubs die nu in de... Ja, ik moet eerlijk zeggen dat er wel vanaf de zijlijn dan een signaal is wat zorgen baart. Want als je kijkt naar het geval Pinto, en als dat klopt wat ik hoor, dat het gaat over salarisverschil van tienduizenden euro's, helemaal niet zo heel veel. Dan denk ik toch van, is die kruideniersmentaliteit die ervoor zorgt dat je niet stabiel raakt. Jij bent slimmer dan dat. Nee, maar hoezo slimmer dan dat? Maar wat hoor jij dan? Je weet dat hij niet een betere aanbieding heeft gekregen dan waar hij nu voor loopt. Ja. Ja. En hij heeft een matig salaris. Ja. Niet voor onze begrippen, nee, maar wel voor de voetballerij. Maar sorry dat ik en als Sparta door wil pakken, Mika Pinto heeft zich ontzettend goed ontwikkeld. Maar het klopt niet wat je zegt. Nou, leg het maar uit. Volgens mij heeft Sparta hem niet een betere aanbieding gedaan. Nee, hij heeft geen matig salaris. Hij heeft een goed salaris. Henk weet het, want Henk heeft hem dat zelf aangeboden in december 20. Hij heeft een goed salaris, toch? Nou ja, het is heel grappig dat jullie erover beginnen. Dan moet je het in verhouding eigenlijk zetten. Wilde ik daar helemaal niet echt direct op ingaan. Maar ik heb heel veel contact met Mika en met zijn zakenwaarnemer Saïd Boutar. Die een hele... toch wel een pittige zaak we nemen is, maar wel heel betrouwbaar richting mij in ieder geval. Al die jaren dat ik met hem gewerkt heb. Ik heb hem natuurlijk zelf nog vroeger als speler gehad. Als trainer van Feyenoord A1. En ik heb hem toevallig wel eventjes gesproken na het emotionele betoog van Mika op de televisie dat hij heel graag bij Sparta zou willen blijven. Maar het blijkt dat hij een lage aanbieding in eerste instantie heeft Sparta gekregen dan de aanbieding die ik hem heb gedaan. Later, 2-3 maanden later, is dat gecorrigeerd naar het salaris die hij al had. Saïd Boutar, die had een hoger salaris gevraagd. Ik denk 30% meer. Maar hij had tevreden geweest. Wat ik begreep van Saïd Boutar, had hij tevreden geweest als Sparta eigenlijk ertussenin had gezeten. En dan praat je over een verschil misschien van 15%. Dit is het verhaal van Boutar en Mika. Ja. En wellicht zal... Ik geloof altijd in hoor en wederhoor. Dus ik vertrouw Saïd Boutar. Ik gebruik Mika Pinto. Maar misschien... Wij hebben natuurlijk ons werk gedaan. Inderdaad, net als jij terecht zegt, hoor en wederhoor. En vanuit Sparta kant wordt dan gezegd, we hebben hem hetzelfde geboden. Inderdaad, dus dat klopt. Als wij ingaan op de eisen van het kamp Pinto, dan wordt hij de best betaalde speler. En wij willen onze linksback... Zo werkt dat. Dat is altijd de agent die vraagt veel meer. Uiteindelijk ga je daarin schikken misschien op 50%. En dan is het niet meer onbetaalbaar. Alleen, maar zij zeggen, zij willen niet de linksback de beste betaalde speler van de selectie maken. Ja, maar daar valt wat voor te zeggen. Maar Ruud, daar is wat voor te zeggen. En laten we even vooropstellen dat ik vind dat Sparta het uitstekend doet. Maar je kan niet zeggen dat op het moment als jij je publiekslieveling voor iedereen, ook voor mij, als liefhebber, dat die 29 jaar is, dat je hem ook een jaar een contract kan geven. Geef hem dan inderdaad misschien wel een van de beter betaalde spelers. Staat wel tegenover dat je geen niet hoeft te zoeken naar een nieuwe linksback. Ja, want dan moet je me afvragen als je daar dadelijk een dier gaat kopen. Want ik heb begrepen op het Oerspartaan diner dat wij twee kandidaten zijn die ze dan eventueel moeten kopen. Dan betaal je ook die prijs. Nou, Nijkamp zei bij het Oerspartaan diner niet kopen, maar op de radar dat ze ook transfervrij kunnen halen zijn natuurlijk. Ja. Hij zei niet kopen. Ja. Maar ja, nogmaals. Ik weet het niet. Ik hoop dat Sparta heel zijn selectie bij elkaar houdt. En dat wordt de enorme uitdaging van Sparta. En geroemd werd de verdediging, want je hebt maar 30 goals tegen
bij Sparta. En als dadelijk toch Sambo verdwijnt, Abels misschien verdwijnt, Pinto verdwijnt, Ouwezwaar verdwijnt. Ja, ja jongens, het is niet alleen, we hebben natuurlijk een uitstekend middenveld en we hebben een uitstekende voorhoede. Ja. En dat klopt allemaal. Die Stijn die maakte gewoon echt een geweldig machine van. Maar je begrijpt uit, het is wel zo normaal gesproken de voetballerij, als er een aantal posities wegvallen, dan kan het ook in elkaar storten. En ja, dat moet je proberen te voorkomen. En nogmaals, als liefhebber vind ik het heel, heel erg jammer dat Mika waarschijnlijk gaat vertrekken. Want ik denk dat we daar met z'n vier over eens zijn. Hè? Zeker. Ja. Maar even één ding. Waar ik heel verdrietig van word, is als op zaterdagavond Sparta speelt tegen Heerenveen, dat dan een presentator die echt van niets weet op ESPN er zomaar even in de wereld smijt, dat het om 2500 euro per maand gaat, dus om 30.000 euro per jaar. Denk je nou echt dat inderdaad Sparta die publiekslieveling voor 30.000 euro per jaar laat gaan? Daar zijn wij te intelligent voor om dat te geloven. Dat is niet waar, hè, Henk. Het zou trouwens gaan om niet 2500 euro per maand, maar per week erbij. En dan heb je het wel echt over een groot bedrag. Ik weet gewoon dat het, nogmaals, en ik vertrouw het kamp Boetehaar en Mika Pinto. Het gaat misschien om iets meer dat Ruud zegt, maar op die bedragen praat je wel, volgens hun. En ik vertrouw ze alleen, het speelveld is nu veranderd door zijn uitstekende optreden. Is het bedrag wat het verschil zou kunnen zijn, is niet meer relevant, omdat er toch zoveel clubs komen die geïnteresseerd zijn in Mika. Maar nogmaals, ik geloof in hoor en wederhoor. En de waarheid zal ergens in het midden liggen. Is het wel een prettige situatie dat jij je daar een beetje mee bemoeit? Ja, dat is puur te maken. Normaal doe ik dat niet, want ik wilde helemaal buiten blijven. Alleen omdat ik Mika zelf heeft gehaald en ik heb zijn gezinssituatie meegemaakt en ik heb hem een beetje begeleid samen met Boetehaar. En je weet dat hij dan heel gevoelig is. Het is een hele gevoelige jongen. Ja. Dan toon je interesse en dan loopt hij leeg. Ja, en ik wil niet dat de ene kant beschadigd wordt, dus Sparta beschadigd wordt. Dat is een heel slecht werk doen. Aan de andere kant wil ik ook niet dat hun worden gezien als mensen die het onderste uit de kant willen halen. Van beide kanten moet je dat niet doen. Ik weet dat Stijn achter de schermen keihard aan het werk is om daarin te ondersteunen met betrekking tot Sambo en met Mika. Want ja, het is logisch, hij als trainer wil die spelers dolgraag houden bij Sparta. Ja. Maar ik vind niet van beide kanten, ja, er zal wel iets zijn waarbij je denkt van, ja, had het misschien niet anders. Want jij hebt nul contact met Nijkamp, denk je toch? Ik heb nul contact met Nijkamp, ja. Helemaal niet. Dus je belt echt met één kant van deze zaak? Ja, ja, in dit geval alleen maar met Mika, omdat ik altijd contact heb gehad met Mika. Maar ik heb ook contact met andere spelers, hoor, waar ik altijd een hele goede band mee heb gehad. Ja. Is dat hoofdstuk van Pinto bij Sparta nu helemaal dicht? Nou, ik vind nog steeds niet. Ik vind nog steeds dat nee, maar het gaat er nu niet zoveel om wat jij vindt. Het gaat erom wat het kamp Pinto vindt. Nee, die houden altijd de deur open. Zolang hij nog niet bij een andere club heeft getekend, houdt de kamp Pinto de deur open. Uiteraard. Maar mag ik een vraag stellen? Ja. Dat is gewoon een vraag vanuit interesse. Heb jij hem misschien niet in december 20 een te hoog salaris gegeven, wat mede bijdraagt aan deze situatie? Dat was toen die tijd op basis van mijn budget. Ja. Weet het niet. Nee, dat denk ik niet. Wij hadden een salary cap. Ik werkte altijd met een salary cap van spelers categorie A, B, C, D. En hij zat in categorie, ja, laten we zeggen, A, B, ertussenin. Ja. Dus je hebt je 5 best betaalde spelers categorie A en dan B. En hij zat tussen B en A. En dat verdiende hij ook, want hij was nagenoeg transfervrij. Dat was een flutbedragje. Toen hij kwam. Ja. Dus ja, dan weet je dat je iets meer moet betalen als je een ervaren speler wil halen. Ja. Maar ben jij als TD ook van mening, zoals Nijkamp dus blijkbaar is, dat je linksback nooit je best betaalde speler mag zijn? Ja, want ik vind ook dat normaal gesproken zit dat wel een beetje in je lengte als je spits en ding. Ja, precies. Maar op het moment dat hij een dusdanig publiekslieveling is, plus het feit is dat hij een bepaalde leeftijd heeft waarvan je denkt, die ervaring heb ik nodig, dan zou je dan een overweging kunnen nemen om hem wel in de top 3 te zetten. Ja? Maar dat is een keuze, want nogmaals, ik denk dat Mika in Nederland, ja, toch wel bij de top 4-5 hoort van de beste pleuroverdedigers. We kunnen in ieder geval zeggen dat het 2 keer mis is gegaan, want 2 keer is vanuit Sparta gezegd, hij wil zelf weg en dat bleek niet zo te zijn.
En dat heeft hem twee keer duidelijk pijn gedaan. Dat heeft Gerard natuurlijk ook toegegeven bij ons. Dat had anders gemoeten. Dus het is een beetje gek. En ik hoop echt dat het niet zo afloopt. Tegelijkertijd moeten we wel beseffen dat zijn start bij Sparta was minder goed dan dat hij nu speelt. Ja, maar dat is dus jij zei publiekslieveling, maar we zeiden een paar maanden geleden nog van... We spreken hem eigenlijk nooit. Nee. Hij was een redelijk anonieme speler. Hebben wij dubbel en dwars ingehaald? Ja, nee, maar dat kijk maar nog. Zaterdag stond die 5 interviews achter elkaar te doen. Ja, maar hij is, het is wat ik al zei, het is een hele gevoelige jongen. En Stijn, zoals bij nog een aantal spelers, zoals bij Vito van Krooij, et cetera, die heeft een goede snaar kunnen raken bij die jongen. En daar is hij helemaal opgebloeid. Maar dat hij kon voetballen, ja, dat wist iedereen al. Je speelt niet haast 80 interlands bij Luxemburg, altijd in de basis, als je in een koekenbakker bent. Nou, Conscience heeft er ook een aantal gespeeld hoor. En dat was niet zo'n succes bij Sparta. Ja, maar dat, ja. Dan, ja, okay, maar daar kunnen we natuurlijk over discussiëren. Ja. Maar die hebben ook geweldig wedstrijd. Die hebben gewoon bij Sparta verschrikkelijk voor gehad. Ik zeg trouwens Conscience, maar ik bedoel natuurlijk Laurent. Ja, ja, ja. Ron maar is wel een jongen die qua karakter bij Sparta zou kunnen passen. Hij heeft het niet echt waargemaakt, maar het was wel een positief een jongen die heel veel pech heeft gehad. Het had gekund. Ja, het was jammer dat hij positief was voor corona. Ja, ja, hij was positief van corona, ja, dat klopt. Ja. Ja. Hey Henk, voordat we het gaan hebben over het huidige Sparta, welk misverstand zou je nog graag uit de wereld willen helpen rondom jouw persoon? Goeie vraag. Ja, ik zit erop. Nou ja, er werd wel eens gezegd van Henk is weggestuurd. En dat is niet waar. Ik ben zelf opgestapt. Ja, en dat is... Niet dat dat relevant is, kom maar misschien wel op hetzelfde neer. Ja. Je moet hier weer lachen. Dat vind ik oprecht wel leuk aan jou. Je kan gewoon lekker lachen om dit soort situaties. En waar ik me altijd wel aan geërgerd heb, het feit is dat niet de juiste berichtgeving. Ik heb enorm goed contact met het huidige bestuur. Ja, nog 2 weken geleden nog bezig eten met die mensen. Dat gezegd zou zijn dat het volledig bestuur achter Manfred los zou zijn. Nee, dat was niet zo. Ja. Dat was niet zo. Er werden weer 2 kampen gecreëerd. Maar het was niet zo dat het bestuur... Die vond het verschrikkelijk dat ik wegging. Zelf op de laatste dag toen we in Hellevoetsluis waren... Heb de club daar alles aan gedaan om alsnog te zorgen dat ik zou blijven. En ik ben blij dat ik met... Ja, toch wel als vrienden... Als echte Spartanen uit elkaar zijn gegaan. En dat ik nog met heel veel plezier naar Sparta ga. Maar je hebt het over dat er 2 kampen gecreëerd waren. Ja. Door wie dan? Ook een beetje door jezelf. Berichtgeving. Ja, maar jij gaat in het AD zeggen dat de commercieel directeur zijn werk niet goed doet. Dat is niet juist wat ik gedaan heb. Laat ik dat even vooropstellen. Dat was een fout. Maar dat was geen disqualificatie aan de mensen die werkten. Want die doen uitstekend werk. Dave van der Meer en zijn staf. Ik vond alleen dat op basis van als je een beleidsplan maakt. En je wilt doorgroeien naar een stabiele Eredivisieclub. En je blijft stabiel met je commercie. Dan heb ik alleen aangegeven, misschien is het verstandig om een onafhankelijk bureau aan te stellen van is dit onze max als Sparta? Maar daar had ik me helemaal niet mee moeten bemoeien. Maar als jij 3,5 jaar, 7 dagen in de week van 's morgens 7 tot 's avonds 8 met Sparta bezig bent, dan is dat mens eigen dat je met dingen bezig gaat houden waarmee je denkt van ja, achteraf moet je daar helemaal niets over zeggen. Nee, en de uitzending bij ons in FC Rijnmond, wij genoten ervan als maker, maar daar fileerde jij de jeugdopleiding natuurlijk. En nog steeds. Toen die tijd. Ik vind dat ik daar nog steeds volledig achter sta. En dat blijkt ook, misschien komt dat dadelijk wel te sprake. Nou, laten we het nu gelijk doen. Nou ja, ik vond toen die tijd van... Ik heb natuurlijk een jaartje bij de RV... Na mijn periode bij Zenit Petersburg heb ik een jaartje meegelopen met de RV en AV. Om ze adviezen te geven. Op te brengen. En toen zag ik dat de jeugdopleiding niet functioneerde zoals het zou moeten functioneren. Het is gewoon een aanmerk. En... Ik zag dat al gebeuren, wat gaat de komende 4-5 jaar doorkomen bij Sparta. En ik vond de controle van de club toen die tijd minimaal, nagenoeg niet. Ze wisten niet wat er bij de tweede liep, ze wisten niet wat er bij de jeugd liep. Dus ik had enorm kritiek. Maar ik was op dat moment alleen maar verantwoordelijk voor het eerste elftal. En ik zeg, het moet veranderd worden, het moet anders opgeleid worden, et cetera, et cetera. Ja, en dan kom je aan heilige huisjes. Maar als je iets wil doorbreken bij een club, bij Sparta... Ja, dat doet altijd pijn. Alleen, een aantal mensen vonden dat niet prettig op dat moment. En ik wil me eigenlijk niet op de borst kloppen, want ik vind het helemaal niet leuk. Want ik had een jongen als Dolph Rox, die is een geweldig persoon, een mens. Ja, als je die dan daarmee moet stoppen, dan weet je dat er heel veel kritiek komt. Maar dat doe je allemaal in het belang van Sparta. En kijk nu achteraf, wat is de afgelopen 4 jaar doorgebroken? Dus daar haal ik mij gelijk uit. Ja.
dat ik helemaal gelijk heb gehad in het belang van Sparta. Dat wil niet zeggen dat de huidige opleiders het beter gaan doen. Maar ik vond en nog steeds vind dat je wat moet doen op het moment dat het niet goed gaat. Dat heb ik wel geleerd in Rusland en in Oekraïne. Is, ja, je moet leveren. Ja, op het moment als het geld kost, dan moet er wel een bepaalde return of investment zijn. Maar Sparta geeft 1,5 miljoen aan de jeugdheid, Feyenoord 5,5, even voor het beeld. Ajax 13 miljoen, geloof ik. Ja. Dat zijn toch golfbewegingen. En inderdaad, er staat nu in het eerste elftal geen ene jeugdspeler. Dus we zitten nu even in het dal van de golfbewegingen. Maar dan komt ook omdat het zo goed gaat met Sparta. Hè? Kijk, het is ook makkelijker spelers inpassen als je zesde staat in de eerste divisie dan in de eredivisie. Maar de laatste piek was Ache, Devişoğlu, Haroui. Ja. Die hebben we verkocht een paar jaar geleden. Nu zitten we in een dal. En uiteindelijk komt er weer een piek. Denk jij dat het voor Sparta mogelijk is om met 1,5 miljoen, maar ten opzichte van andere clubs, een continue stroom aan spelers aan te leveren? Ik vraag me dat af. Nee, maar dat is de discussie, Ruud. Kijk, je kan een curve hebben met 1, 2 jaar, misschien zelfs 3 jaar dat er geen talent loopt. Maar niet als je ziet dat er gewoon 4, 5 jaar. En de manier van opleiden, ja, gaf mij niet het gevoel dat het verbetering is. Het wil niet zeggen dat wij de komende jaren nu met nieuwe beleidsbepalers dat het allemaal beter gaat. Maar er moest wat gebeuren om iets wel die negatieve spiraal te doorbreken. Ja? En dan weet ik wel, dat heeft iedereen vriendjes met de voorzitter of met de Rijnmond of et cetera. Maar je doet dat allemaal in het belang van Sparta. Maar jij zegt net, ze wisten niet wie er in het tweede liep. Wie is dan ze? Nou ja, als ik ben natuurlijk nou toch alweer een oude lul als je 61 bent. Toen ik vroeger bij Sparta zat, toen zat je het tweede elftal op maandagavond. Daar zat het voltallige bestuur te kijken naar het tweede elftal. Het voltallige bestuur was heel erg bezig met de jeugdopleiding. Dus er was controle op controle. Ja? En ik vond bij Sparta het probleem. En nogmaals, dat is geen disqualificatie, want Manfred Laros doet het financieel uitstekend. Laten we daar geen misverstand over staan. Maar als hij verantwoordelijk is voor de jeugdopleiding, moet hij ook gaan kijken wat er loopt en wat voor kwaliteiten lopen. En daar had hij waarschijnlijk en terecht misschien wel geen tijd voor. En in het bestuur liepen er geen mensen die op dat moment ook de jeugdopleiding controleerden. Ja, als jij voor in de toekomst van Sparta, als dat je levensader is. Nou, dan zou er toch veel meer controle moeten zijn of het allemaal goed gaat. Maar ik ben nu ook leidinggevende bij dit bedrijf. Je delegeert toch? En ik neem aan dat er gedelegeerd werd naar een hoofdjeugdopleiding. En die wist toch ongetwijfeld wel wat er en dat is nu Jason Oost. Dat is nu Jason Oost. Alleen toen ik heb natuurlijk op dat moment een Jeroen Rijsdijk aangetrokken als hoofdopleidingen. En Jesper Gudde als scouting. En bij mij was het zo dat één van die twee. Mijn plan was eigenlijk dat ik nog 2,5, 3 jaar bij Sparta zou blijven in de functie. En dat één van die twee dan mij zou opvolgen als technisch directeur. Ik heb wel met Jeroen afgesproken. Ja, Jeroen, jij bent nog te veel trainer. Dus ik geloof niet dat jij dadelijk, misschien wel over een jaartje 15, 20, maar je bent nog te ambitieus om trainer te zijn. Maar Jesper Gudde, dat was wel de bedoeling dat hij in de toekomst de nieuwe technisch directeur zou worden. En ik zou dan in het bestuur gaan of me eigenlijk volledig richten op scouten, wat ik natuurlijk hartstikke leuk vind. Uiteindelijk is het anders verlopen. Jeroen Rijsdijk is bij het eerste betrokken, wat hij natuurlijk geweldig vond. Maar ik vond het wel heel jammer voor de jeugdopleiding, omdat ik vind dat Jeroen een ontbrekende schakel was die je nodig had om weer spelers af te leveren. En nogmaals, dat is ook geen disqualificatie richting Jason Oost. Maar dat kan ik nog niet beoordelen. Maar als ik dit zo hoor, dan denk ik aan die deal met Ajax die we hebben. Waarbij de beste spelers voor een bedragje worden afgeroomd. En als je ervan uitgaat dat 2, 3 spelers per lichting doorbreken naar ons eerste. Die leveren we dus nu in. Sterker nog, ik zag volgens mij Spartanen invallen bij Ajax in Hato. De Arena. Daar moeten we van die deal af, waarom? Denk ik. Ze worden toch weggehaald? Omdat ons verhaal nu een stuk beter is dan pakweg 2 jaar geleden toen we die deal sloten. Ja, maar ze worden nog steeds weggehaald door Ajax, PSV. Maar als jij dat niveau hebt als jeugdspeler en ons verhaal is nu beter, want we gaan we worden stabieler en we spelen hoger. Worden dan is ons verhaal toch sterker? Worden ze nog steeds weggehaald? Nee, maar ik ben niet met je eens, Ruud. Laat ik even vooropstellen, ik stond zelf achter de deal. Dus het is nou niet dat ik achteraf ga zeggen, we hebben het slecht gedaan. Ik vind dat die deal heel goed was. Noodzaak, want je had dat geld nodig. Waar ik me altijd tegen geageerd heb, en nu nog steeds, is het feit dat door die samenwerking met Ajax, ja, krijgt Ajax de mogelijkheid om spelers voor een aantal weken te testen.
Ruil voor de een speler, aantal ton per jaar. Daar zit het probleem. Je gaat een aantal spelers daar naartoe brengen. Je gaat dan maar 4 weken stage lopen. Of je gaat daar tegen Ajax spelen, veel oefenwedstrijden spelen. Dus Ajax mensen die krijgen een veel beter beeld van een speler of die wel of niet kan. Dus die drempel is weg. Want als ze niet mogen trainen, de oefenwedstrijden meespelen, etcetera, dan bij twijfel, dan nemen ze hem niet. Ja? Ik zou zelf, op het moment als Sparta de financiële middelen nu zou hebben in de toekomst, alle minuut stoppen met die samenwerking. Want in plaats van Ajax 3 pakken ze er misschien maar 1. Maar jouw opvolger die wil die samenwerking eerst uitbreiden. Heeft hij bij ons verteld. Ja, dat maar mag. Bij Ajax dat is het moeilijk handelen. Is dat zo? Jij? Wil je hem uitbreiden zelfs? Ja, zeker, die was heel enthousiast en die wil meer. Alleen bij Ajax kun je nu met niemand onderhandelen, dat is lastig. Ja, kijk, want, bij Ajax, wie moet je aanspreken? Bij Ajax is het alleen maar interessant. Ik begrijp Nijkamp als hij wil gaan uitbreiden. Maar dan bedoelt hij denk ik haast van 99% mee dat die spelers van het eerste krijgen. Ja, omdat we geen kunstgras meer hebben. Ja, dat was natuurlijk wel voor Overmars. Ik heb vaak met Overmars gesproken van Henk, je krijgt spelers, mits jullie op gas gaan spelen. Dus als Sparta die samenwerking wil uitbreiden en je krijgt er spelers voor, maar dan moet je wel spelers krijgen. Ja. En dat is verschrikkelijk moeilijk hoor, want Sambo is eigenlijk een van de weinige spelers die het van een tweede helft goed heb gedaan. In het verleden nog een Mitchell van der Gaag en Faber, ja. Maar wat wij daarna van PSV gehad hebben, ja, was voorgoed. Maar niet dat je zegt van, wauw. Ja, maar het is gewoon bekend dat Ajax, PSV en Feyenoord, die scouten bij baarmoeders. Ja. Die zitten al zo jong, zitten ze erop. Dus wij kunnen deze deal stoppen. En wat Henk zegt, daar geloof ik ook wel in. Maar de Ajax, Feyenoord en PSV blijven gewoon doorgaan. Als je weet aan hoeveel jongetjes van Sparta getrokken wordt door Feyenoord, het probleem van het afromen stopt niet. Maar Ruud, dit was vroeger ook het geval. Ik kan me nog herinneren, ik weet dat het nooit te leuk is om deze tafel, omdat het allemaal rood-wit moet zijn, Sparta. Maar ik kreeg van Jorien van der Herik de opdracht, toen ik bij Feyenoord hoofdopleiding was, om de beste jeugdopleiding van Nederland te worden. En dus haal je de beste spelers. En toen was het zo met Wijnaldum en Strootman. Ja, iedereen wilde die spelers hebben. Dus ja, ik werd als Spartaan werd wel genoodzaakt om met die spelers te praten. Waarvan Wijnaldum lukte. Want anders had hij naar PSV of naar Ajax gegaan. Maar Strootman was een echte Spartaan die zegt, ik ga absoluut niet naar Sparta of naar Ajax Feyenoord toe. Ja. Dus vandaar dat ik ook gezegd heb, bij de jeugdopleiding van Sparta moet er een coördinator zijn die een bepaalde uitstraling heeft, waardoor Spartaantjes blijven. En dat is nu met Nathan Rutjes het geval. Ik ben heel blij dat ik Nathan Rutjes daar neer heb gezet. Want Nathan is wel iemand die ouders kan beïnvloeden, spelers kan beïnvloeden. En hopen dat er niet van die twee, dat er eentje blijft en ander weggaat. En niet allemaal weggaan. En als jij dan zo bevlogen bent met de jeugd en het belangrijk vindt, wat ik zeer te prijzen vind, waarom heb jij dan niet alleen, maar wel besloten om de onder 17 te schrappen? Ja, dat was gewoon vanuit financieel oogpunt. Het kostte gewoon haast 1,5 ton, Ruud. Toen ik mij daar zat, is het gewoon op basis van geld. Van ja, voor die 1,5 ton had ik een speler. Want het was niet alleen mijn besluit. Nee, ik had ook te maken met Pim Verbeek. En het was heel fijn om met Pim Verbeek te sparren over dit gebeuren. Zowel Manfred Glavros, uit financieel oogpunt, maar uit voetbaltechnisch oogpunt, Pim Verbeek en Henk van Steen. Wij moesten dat doen, omdat er A, geen kwaliteit liep bij de jeugdopleiding. En we hebben altijd gezegd, zodra er weer geld voldoende is, ja, en we praten niet over kwantiteit, maar kwaliteit, gaan we heel snel die onder 17 erbij halen. En dat gaat nu weer gebeuren. En daar ben ik alleen bij, maar dan is er nog wel de vraag, is er genoeg kwaliteit? Ja, want uiteindelijk ga je niet een elftal creëren op het moment als de beste 4 spelers van de onder 17 gelijk naar de onder 18 komen. Want het probleem was niet bij Sparta alleen maar om goede spelers te hebben. Alleen het grote probleem was, we gingen veel te veel van de kindjes houden om afscheid te nemen. En dat is moeilijk als je maar een kindje van... Als het dan inderdaad al niet top is en je haalt er dan ook nog een belangrijke lichting tussenuit, dan weet je dat je het helemaal natuurlijk mank maakt. Enerzijds ja, maar anderzijds niet, want we wisten dat er onder 18 zou komen. Is het nou dat je van onder 16 gelijk naar onder 19, ja, die stap is groot. Maar van onder 17, of onder 17, zeg maar 1 jaar ertussen halen, toen ik nog zelf ergens anders over opleidingen was, haalde ik ook spelers van de onder 17 gelijk naar de onder 19. Dat ene jaar verschil maakt niet zoveel uit als je een toptalent bent. Maar die waren er niet. Die waren er niet, dus het was een bewuste keuze, financiële keuze. Aan de ene kant, aan de andere kant was er te weinig talent om daarmee door te gaan. En dat ze het nu weer gaan opzetten, ja, vind ik het een hele prima zaak. Zijn er nog mensen die vinden dat de hele jeugdopleiding weg moet?
die beweging had je ook een tijdje. Louis van Gaal, hoor ik net. Ja. Nou ja, ik ging altijd wel sparren met vragen. Nee, sparren met Louis deed ik altijd en dat vond ik wel heel fijn. Ja. En die zei gewoon, ja, wil Sparta een stabiele eredivisieclub worden, dan ben je genoodzaakt om een bepaald budget te realiseren. En de kans dat je dan een stabiele eredivisieclub, dan moet je eigenlijk je opleiding minimaliseren. Want je moet wel doorgaan met je jeugdopleiding. Je kan niet zeggen ik stop. Ja? Maar dan heb je die miljoen, of die 1,5 miljoen, die kan je investeren in spelers. Ja? Nou ja, dat is een utopie dat het Sparta-bestuur, het Sparta, dat die zegt we gaan stoppen met de jeugdopleiding. Ja. Dat gaat absoluut niet gebeuren. Nou, daar ben ik blij mee. Om te horen dat Louis van Gaal dit... Ik ben daar blij mee dat niet gebeurt. Hij zei dat op basis van, niet qua emoties, maar wel op basis van zakelijk. Want als je degradeert en je blijft 2 jaar in die eerste divisie, ben je ook al genoodzaakt om je jeugdopleiding af te romen. Ja? Dus voor hem was het meer zaak van, ja jongens, zorg nou eerst dat je een stabiele eredivisieclub komt te worden. Daarna kan je altijd nog weer je jeugdopleiding optuigen. Ruud, je wil wat vragen. Nou, Ik wil wat zeggen. Kijk, als we het dan hebben over een miljoen bezuinigen, waardoor je meer spelers kan halen. Sparta gaat nu naar een budget toe, hè, van 14 miljoen en dat zal op termijn wel 15 miljoen worden. Dan praat je dus over een 6% van je budget wat je dan bezuinigt. Dan denk ik, ja, ga je daar dan zo'n enorme stap mee maken met die 6% bezuiniging? Ja, over bepaalde bedragen. Kijk, inhoudelijk over die bedragen, hoeveel er overblijft, weet ik niet. Maar 2 spelers kunnen wel bepalend zijn. Want laten we nou eerlijk zijn, een Lauritsen, ja, die en Verschuren, die zijn heel belangrijk. Het zijn 2 spelers. Maar Sparta heeft ook sponsors die puur en juist voor de right reasons de jeugd sponsoren. Nou, maar daarom dus dat is geen uitgemaakte zaak dat als Sparta stopt, dat ze zeggen oké, dan gaan we lekker de eerste helft als ze stoppen. Dan kunnen die sponsors gaan stoppen natuurlijk. Maar ik moet wel zeggen, het gehele bestuur, niemand uitgezonderd, die heeft getwijfeld om het feit dat we te stoppen met de jeugdopleiding. Dus bij Sparta was het, dat hoort bij de DNA, bij de club. Ja. Dus het is 100%, dat was alleen een discussie. En ik vind zulke discussies zijn altijd leuk. Dan moet je je kop van niet in het zand stoppen. Maar ik wil niet zeggen dat het serieus werd genomen. In al die discussies moeten we het DNA van Sparta bewaken. En dat is ook zo in het geval van de samenwerking met Ajax. Dit heeft ons wel iets meer kwaad gedaan dan we denk ik hebben gerealiseerd met z'n allen. En daar moet Sparta echt naar kijken. En dat geldt ook voor de jeugdopleiding. Daar moet je mee oppassen. Dus ik ben heel blij dat elftal wat geschrapt is weer terugkeert. En dat het goed gaat met de RV en AV, want het gaat om Sparta als vereniging. En als Sparta alleen nog maar het eerste is. Ja. De Breggen wordt verbouwd. Ik heb altijd gedacht, zo zie ik er nog steeds in. Er werd altijd gesproken over de BVO en over de RV en AV. En ik heb altijd gewerkt op basis van, we zijn één Sparta. En ik vind het nog steeds heel jammer. Gelukkig is het conflict met het complex nu opgelost. Maar ik vind nog steeds dat met name de RWNAV, heel die onderbouw, zeg maar van de onder 6 tot en met onder 13. Ja, daar kan je veel meer gebruik maken van de RWNAV. En je moet de RWNAV moet je omarmen en niet wegduwen. En de RWNAV moet zich ook laten omarmen. Ja. Nou, het komt altijd van 2 kanten. 2 kanten, maar het is wel je moedervereniging. En toen ik nog vroeger, toen het echt werkte, was het feit dat een bestuurslid van de RWNAB ook in de bestuur zat van de BVO. Zo krijg je wederzijds respect op dat moment. En dan kan je altijd Spartanen behouden voor de club. Want geloof mij nou maar, de RWNAB, daar zitten echt heel veel echte Spartanen. Die moet je dus omarmen. Die moet je een bepaalde, ja. Als er wat georganiseerd wordt of wat, dan kan je ze ook benoemen. Ja. Ja? En ik vind dat er wat te weinig gebeurt. Dat vind ik zelf, ja. Henk, een paar weken geleden, nee, niet een paar weken geleden, een paar maanden geleden zat Jesper Gudde hier op dezelfde stoel als jij. Die zei, joh, ik spar nog wel eens met Henk van Stee. Ja. Ze gingen lekker wat eten bij Van der Valk Nieuwekerk, geloof ik. Schiedam. Ja. Of Schiedam. Ja, daar kwam... iedere vrijdag. Nou, ja, dus, Henk iedere vrijdag tegen. Ik werd gecontroleerd door jou. Ja, maar dat was inderdaad onze informant. Is het niet een idee als jij zegt, joh, ik vind scouting nog steeds hartstikke leuk. Ja. Dat jij gewoon, mocht er nog steeds geen club voor jou komen, want je zit nu al een paar maanden werkloos thuis. Dat jij gewoon lekker Jesper een beetje gaat helpen op de achtergrond. Nee, maar kijk, dat was altijd wel mijn doel geweest. Hè. Ik ga trouwens hier niet solliciteren. Hoeft ook niet. Nee, doe mij wel voor ik ben bewust, ben ik er een jaar uit geweest. Ja. Ik
ik had best wel heel veel mogelijkheden, met name in het buitenland. Al zeg ik wel Bulgarije, Hongarije, in principe al met die landen. Maar dan had ik mijn vrouw gezegd, dat ga ik niet doen. En kijk, ik heb Jesse bewust aangetrokken, omdat ik vind dat hij echt een moderne scout is. Met data, maar ook nog eens een keertje heel hard werk, loyaal is. Een jongen die kan doorgroeien tot technisch directeur. En wij sparren wel eens over een aantal zaken waarvan, altijd positief, hè? Altijd in het belang van Sparta en nooit in het belang van een rancune. Ja, laat ik het belang in dat het geen rancune is. En ja, hij doet het uitstekend en ik sluit nooit uit iets uit dat ik wat weer van Sparta ga doen. Maar dan zou het van Sparta kan moeten komen. Dat ze me moeten vragen, Henk, wil je van ons gaan scouten? Dan zou ik dat niet bijvoorbeeld zeggen, dat ga ik niet doen. Nee. Dus je zou ook nog best wel iets voor Sparta willen doen, ook als Manfred Lorels er nog zit. Oh ja hoor, want ik heb Manfred Lorels bij de Oerspartanen weer gesproken. En ik ben niet iemand die echt rancuneus is op dat moment. Ik wil je toch iets even op inbreken? Ja. Want ja, dat mag. Hugo Borst is een vriend van jou, ja, en van mij trouwens. Ja. Maar hij komt nog heel erg voor jou op. Ja. Kort door de boek. Maar dat is wat hij doet, terwijl jij zelf alweer komt. Ja. Hugo, dus er zit hier iets geks. Dat zit niet bij Hugo. Nee, ook niet. Nee. Kijk, waar Hugo heel slecht tegen kan. Ik in de voetballerij is, dat heb ik geleerd in de afgelopen 40 jaar. Gelijk hebben is niet gelijk krijgen. En het moment is daar ook niet. Niemand zit te wachten op het wat er allemaal niet goed is gegaan, et cetera. Ook niet tussen mij en Manfred. Het is helemaal niet relevant. Het gaat goed met Sparta. That's it. Hugo is zo bevlogen met Sparta. En die bedoelt het allemaal zo verschrikkelijk goed, dat hij wel eens over de scheef gaat. Hugo heeft nu bijna een heel seizoen gemist aan plezier, omdat hij niet komt, want er is iets gebeurd. Ja, dat is het gekke werk. Ja, dat vind ik ook. Maar ik ben een aantal malen met Hugo wel naar Sparta geweest. En we zouden eigenlijk, afgelopen week zou hij weer gaan. Dus niet dat hij de deur dichtgooit. Het was gewoon voor hem. Hij heeft geen seizoenkaart gekocht dit jaar. En dat gaat hij volgend jaar wel weer doen, geloof mij nou maar. Omdat hij het zoveel pijn deed, dat zijn vriend wegging bij Sparta ten onrechte. Zo zag hij het. Ja, nogmaals, zo zag hij het. En ik heb zoiets van, ja, ik stap er overheen, want het is mijn clubje. En ik blijf nog steeds, Manfred doet heel veel goed werk. Ja? Op een bepaald gebied. En zolang hij dat werk goed doet, vind ik het prima. Waarvoor niet? En wat hij dan ook zegt van, ik praat gewoon met Manfred. Ik heb met de Oerspartanen met hem gesproken. Ja? Maar ik ga niet met hem op de gezellig bakje een biertje drinken. Ben je gek? Maar dat, misschien weten zij het. Maar dat wil niet zeggen dat je in belang van Sparta niet... Nou, ik kijk echt uit naar de tijd waarin Hugo niet meer zo kritisch is op Sparta. Want kritisch zijn is goed, Anton. Denk je van, nee, maar Anton, je hebt ook af en toe iemand nodig die kritisch is. Tuurlijk. Alleen je moet wel met gefundeerde informatie komen. Die ja, dat vind ik. Ik vind dat wel een goed punt wat je nu zegt. Want ik vind ook dat je... het is nu bij Sparta gaat het geweldig. Maar laat ze wel scherp blijven. Dat je door gaat pakken. Ook met het huidige eerste elftal. Het gaat goed. Ja, en we zijn allemaal blij. Maar als dadelijk je spits wegvalt, wat dan? Ja. Dus met Jesper Gudde met name, met zijn team, met een Bart Latoweren, met een Ron van den Berg, met een Gerb Ruijs. Achter de schermen zijn die gewoon keihard bezig om dadelijk weer een representatief elftal neer te zetten. En dan vraag je de vraag van, kan je weer dit bedrag investeren die je het afgelopen jaar hebt geïnvesteerd? Want dat was eigenlijk, ik ging in november weg. Toen was er in voor januari een klein bedrag om te investeren. Ja. Nou, het einde van het seizoen heeft Sparta natuurlijk geweldig ingekocht. Ik hoop dat ze dat weer het komende seizoen weer kunnen doen. En soms moet je ondernemen, dan moet je een bepaald risico nemen. En daar zit een beetje de bottleneck. En dat begrijp ik. De ene partij zegt van, ja, jongen, luister, laten we naar het verleden kijken. We stonden we haast niet meer. En de andere partij zegt weer, laten we nou weer investeren. Want dan blijven we daar en dan krijgen we ook weer geld binnen. Ja, en daar zit een balans tussen. Wat zegt het dat er nu nog geen contractnieuws is? Want als we kijken naar de club uit Zuid, daar is het ene na het andere bericht. Ja. Bij ons is er nog niets. Is dat een veeg teken? Ja, dat heeft te maken met de gelden die je eventueel gaat binnenkrijgen. Ja? En de beschikbare spelers. Ja? Wat gaat Abels doen? Ja, ja precies. Maar rond deze tijd zouden we dat toch gewoon moeten beginnen te weten. Ja, maar die vraag moet je stellen aan Nijkamp. En ik heb daar het volste vertrouwen in Sparta dat het wel goed komt. Maar je moet er wel achter de schermen keihard bij zijn. En ik hou me vast aan Jesper Gudde en aan Stijn. Omdat ik weet dat Stijn blijft bij Sparta. Nou, Stijn die knokt voor elke speler die hem het resultaat kan bieden. Dus ik heb daar wel vertrouwen in dat het goed komt.
Mag ik de 1-0 laten horen van Mika Pinto? Wie hij gaat het verslag? Ja, dat jij het verslag. Met Sander Verrips. Dat ga je gelijk horen. Lange aanval van Sparta, dat dan nu wel. Saito helemaal aan deze kant, aan de overzijde dus. Daar staan nu drie Spartanen heel dicht bij elkaar. Saito krijgt hem terug. Misschien dan maar uithalen. Voorzet tegen de paal. Daar staat Pinto helemaal vrij. Voorgeven, harde bal. Oh! Hij schiet hem in één keer in de kruising. Met buitenkant Vreef. De man van de prachtige goals dit jaar bij Sparta. Is de linksback, is de aanvoerder, is Mika Pinto. Dan zitten er hier tegenover mij drie mannen en alle drie beginnen ze een beetje te glimlachen. Doe nog eens. Het is het complete plaatje. Het is het enthousiasme van Sander. Het is de wereldgoal. Ja. Maar wat niemand ons overtreft, is de tune die wij draaien als wij scoren. Wij draaien gewoon ons clublied en niet een van de zeer slechte housebeat waar we mee overspoeld worden in Nederland. Ja. Verschrikkelijk. Ja. Wij hebben gewoon ons clublied. En als ik dit hoor, wat jij zegt, ik kan dit nog 29 keer gaan zitten luisteren. Ja. Ja. Het was zo mooi. Want maar ook mooi, die supporters. Ja. Kijk, ik ben in Schiedam en daar wonen zo verschrikkelijk veel Spartanen. En ik kwam met de tranen in de ogen, kom ik ze tegen. Dat is wel heel leuk. Ja. Ja. Zou je zeggen, Anton? Nou ja, na die goal lieten ze de beelden zien, dat scherm. En dan hoorde je gewoon 10.000 man, oh. Ja, en toen nog een keer, oh. Dat was zo magisch. Ik zag ze allemaal op schermpjes kijken. Ja, stof, hè? Dat maken we toen niet vaak mee. Het zat ook niet echt tegen, hè, afgelopen zaterdag. Nee. Elke kans was een doelpunt. Ja, expected goals was 0,61. Oh, zo. Precies wat dat zegt. Heb je met Gudde gebeld? Met Jesper Gudde gebeld? Dat zal hij veel beter weten dan wij, omdat wij niet op dat niveau geacteerd hebben. Je dwingt het op een gegeven moment ook gewoon af. Hè, ik heb ook naar Feyenoord AS Roma zitten kijken. Zie ik een strafschop op de paal belanden. Zie ik een bal op de lat gekot worden door Roma. Je dwingt het op een gegeven moment af. Ja. En dat is bij Sparta nu ook gewoon het geval. Ja, dat hadden we. Ik was toen die tijd trainer van assistent trainer onder Henk de Kaat in 96. Toen hadden we ook dat geweldige elftal. Op een gegeven moment, als die machine draait, dan zijn er zoveel automatismen. Ja. Dan weet je dat het goed komt. Ja. En wij hadden toen die tijd Dennis Sennooi in de spits. En je wist één bal en hij is weg. Ja. Je hebt dat nu met Laurens, dat je hebt een aanspelpunt. En dat is denk ik de kracht van op dit Sparta. Dat Sparta heeft zo verschrikkelijk veel loopvermogen op het middenveld. Met een toen die tijd met Mijnas, met Verschuren, met Kitalano. Met, vergeet je niet, ook met de Vita Verkruij die zoveel arbeid verricht. Ja, dan kom je verdedigend. Heb je ook altijd mensen over. En ik vind dat het huidige Sparta best wel heel vergelijkbaar is met het elfde van 96. Met zoveel automatismes in zaten. Ja. En door die automatismes, daar kan Eerthuizen kan heel makkelijk Alassar vervangen. En dan kan Abels weer heel makkelijk Vriends vervangen. Ja, omdat ik altijd wel leuk vind. Ja, Sparta speelt veel aanvallender. Nee, Sparta speelt heel erg als een collectief. Ja, want er wordt heel snel de diepte gezocht. Ja. Maar die laatste lijn, er is altijd heel weinig ruimte achter de laatste lijn. Ja, en dat is wel fijn voor spelers die niet al te snel zijn. Zoals een toen die tijd oude zwaar die natuurlijk van mij een standbeeld kan krijgen. Wat hij gecreëerd heeft voor Sparta in de afgelopen jaren. Ja. Hey, normaal gesproken hebben we de gleuf, de post, hebben we pas een beetje op het eind. Maar wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post. Ik ga hem even naar voren halen. Want we hebben een mail gekregen van Vincent Kardinaal, schrijver, maar ook Spartanen. En die heeft wel een mooi mailtje gestuurd. Het is de afgelopen weken vaak gegaan over de kroon op het seizoen voor Sparta. Vaak werd ermee bedoeld een overwinning op een topclub. Maar ik vind persoonlijk dat de 4-0 tegen Heerenveen, de voorlopige, zet hij erbij, kroon op dit seizoen was. 90 minuten plezier, heerlijk 4-3-3 voetbal, minstens 2 goals voor het museum. Als zelfs Mike Eerthuizen al op gaat stomen alsof die Marcelo was, dan kunnen we toch echt wel over totaalvoetbal spreken. Dat we nu al bijna vanzelfsprekend op een zaterdagavond een club als Heerenveen schildtikken, dat is voor mij veel meer waard als Spartaan dan een incidentele overwinning op Feyenoord of PSV. Groeten en keep up the good works, Vincent. Heeft hij gelijk? Denk het wel. Ja? Denk het wel. Mooi verhaal. Ja, als je het over magische avond hebt, was dit de één. Ja. Het is eigenlijk meer onderdeel van de magische periode natuurlijk. AZ uit was ook geweldig. Dat is ook heel knap. Alleen dan of je bent met een paar honderd in de uitvak, of de meeste zitten, de Spartanen zitten thuis. Ja, dan maak je een dansje met je vrouw, maar meer is het niet voor de buis. Dus dit is omdat je met z'n allen in het stadion bent. Precies. En of je dan in het supporters home zit, of de kasteelheetjes, of in het kasteel, of in de business lounge. Iedereen viert met zijn vrienden zijn feestje. Ik was half vier thuis.
Ja, half vier, hè? Half vier. Maar... Jij appte mij zondagochtend. Ja, ik weet niet meer waarover dan dat... Dan is naar de marathon kijken best waar. Oh ja, je vertellen. Daar appte jij voor, ja. Ik was half twee thuis, maar mijn wekker ging om 17:15, omdat ik hier op tijd moest zijn voor, ja, mooi. Voor marathon. Met alle liefde. Maar half vier thuis, Anton. Ja, een dolle avond begint het Brouwershuis. Ja. Maar inderdaad, dat verhaal van die kroon op het seizoen, dat werd zelfs overgenomen door Stijn uiteindelijk. Van, er moet een kroontje op, maar die kroon is wel gezet. Eigenlijk de dag erna, toen we op de vijfde plek belanden en daar ook bleven, ja... Bijna eind april, was na 15 jaar dat die kroon. Het was best wel leuk, want ik ging de volgende dag ging ik naar ADO Den Haag tegen Almere. Om ook weer wedstrijd te kijken. En dan word je dan gefeliciteerd. Ja. Dat is best wel grappig, is dat. God, dat is leuk. Ja. We zijn een mooi clubje, want over feliciteren gesproken. Toen Sparta dus jarig werd, 135, gaan we elkaar dus ook allemaal feliciteren. Maar ik kwam er dit jaar achter dat andere mensen dat heel gek vinden. Wat doe je nou? Ja, we feliciteren elkaar. Ja. Ja. En dat doen we dus ook als we zo dik winnen. Dat is heel leuk. Ja, je moet de hoogtepunten... Ik had tegen Henk Vrees ook gezegd... Van ik erg me altijd groen en geel bij Sparta. Als we gewonnen hadden met Sparta... en je hoort al die negatievelingen. Goh, wat was dit slecht. En ik had dat zoiets van... Ja, geniet even dat je gewonnen hebt. Want de rest van de week kan je horen dat het allemaal slecht gaat. En maar dat hoort ook wel een beetje bij het DNA van de Rotterdammer, toch? Ja, ik denk, dat hoort van de Nederlander misschien wel. Bij hele voetballerij. Ja. Ik denk dat het nog in de Achterhoek en weet ik veel, dat het nog vele... Ron Jans wordt of in ieder geval niet verlengd, omdat hij een aantal wissels niet goed heeft gedaan. Ja, dat denk ik. Hugo zei in de Hartgras podcast, dat praten over succes is niet zo lekker als praten over dingen die slecht gaan. Nee, maar het kan volgend jaar bij Sparta... Hebben we deze podcast dit seizoen weinig moeite mee, hoor. Nee, maar ik kwam laatst iemand tegen die luistert oude podcast van ons terug. Oh. Op vakantie, als hobby. Ja, ik weet het niet waarom. We hebben ook een jaargang gehad toen het heel slecht ging. Weet je nog? Een hele andere sfeer. Ja. En toen praten we ook gewoon een uur vol. Ja, we hebben er geen last van, maar over het algemeen is hoort mopper erbij. Ja, hoort erbij. Maar daarom zeg ik van, het gaat nu zo verschrikkelijk goed. En we zijn allemaal blij. En laten we nog de komende weken genieten. Hoop dadelijk in de play-offs dat we iets kunnen bewerkstelligen. Maar volgend seizoen, Henk, is verwachtingpatroon. Is het seizoen mislukt als we geen Europees halen nu? Nee, absoluut niet. Vind ik kolder. Nee. Het stadion zit vol. Iedereen die spreekt. De marathon volgend jaar is dadelijk, komen er nog meer Sparta-shirts. Nee, maar het seizoen is al geweldig voor mij. En waar geniet jij het meest van als supporter, Henk? Zal ik dat heel eerlijk zeggen? Graag. Van de supporters. Ja? Ja, ik vind het geweldig. Ja. Om me heen. De Spartamars. Ja, elke keer weer. Net wat Ruud zegt, het wordt gescoord. De Spartamars. Nee, ik geniet daar wel van. Ik geniet van de supporters. Ik geniet ook van een aantal spelers. Oh, we hebben een dingetje voor, Henk. De Spartaan van de week. Hoeft niet alleen van de week te zijn, maar eerst even je verhaal afmaken. Over het hele seizoen en daarna pikken we hem van deze week eruit. Nee, ik vind het heel seizoen, met name van Marie Stijn, ik vind het zo geweldig dat hij er een machine van gemaakt heeft. Die had jij bijna al een Sparta gehaald, hè? Nou ja, ik had drie kandidaten toen ik bij Sparta was. Henk Vreese, Mitchell van der Graag en Stijn, die drie, en Fred Grim, niet te vergeten. Nee. Ik heb met ze alle vier gesproken, maar Mitchell van der Graag die wilde niet, omdat het net toch gevoelig was met Excelsior. Stijn... Die heb ik gesproken, die wilde heel graag toen die tijd al, maar die moest een afkoopsom betalen. Die kon Sparta natuurlijk niet betalen. Want die zat bij VVV en die vroeg een paar ton. 2,5 ton vroegen ze. En Henk Vreese die zei ja. En ik vind nog steeds dat we dat heel goed gedaan hebben. Henk Vreese heeft het goed gedaan en heeft gewoon eigenlijk naar de achtste plaats had hij gewoon weg moeten gaan. Zeg ik altijd tegen hem, na drie jaar. Nou, daar had jij een vinger in de pap in, zegt Henk. Zegt hij dan eigenlijk daar ben ik het mee eens? Ja. Ja, maar wij waren samen, natuurlijk, we hebben 3,5 jaar gewerkt. En toen zeiden we eigenlijk, Henk, Henk wist toen dat we ook niet door konden groeien door allerlei redenen. En dan weet je dat je op een gegeven moment, ook al hadden we een beetje pech met de transferperiode, maar dan hadden we ook 12e, 13e geworden met het 11e van toen. Maar Henk, als jij dit zo zegt, dat betekent dat niet hetzelfde ook voor Maurice Stijn? Dat jij hem zou adviseren om naar dit seizoen weg te gaan? Nee, of kan het nu wel beter gaan? Ik denk dat een van de eisen van hem wel is, dat de huidige, dat denk ik, hè. Maurice kennende, in ieder geval dat zou ik doen, en ik probeer me altijd een beetje naar hem te kijken hoe hij erin staat, dat er wel een eis is dat het dat 70-75% van het elftal blijft staan. Dat niet maar een Laurensen verkocht wordt voor 3 of 4 miljoen. Dat is het voordeel van het verkopen van Mijnans. Daardoor is de nood om te verkopen er in de zomer niet. En afgelopen maandag tijdens het Oer-Spartaan-diner heeft de technisch directeur ook gezegd dat de mannen die Sparta wil behouden,
Hè, dat die ook goed vast liggen. Dus dat als ze verkocht worden, dat er echt goede bedragen op tafel Nou, dat is wel grappig. Hè? Jij hebt ooit in een interview gezegd, Henk, ik weet heel goed wat de waarde is van spelers. Ja. Mag ook wel als je al zo lang in dit vak zit en bij gerenommeerde clubs TD bent geweest. Laurens heeft een contract tot 2025. Ja. Volgens de website transfermarkt.nl, en daar kijken TD's nog wel eens op, is zijn huidige waarde maar 2 miljoen euro. Zeg, vind ik, maar een Kitolano-contract een jaartje langer tot 2026 en die zou 3 miljoen euro waard zijn. Maar hoe zie je die bedragen? Nou ja, het ging al toen dit met Mijnans al. Ja, ik vind dat Mijnans voor te weinig weg is gegaan. Nee, wat was het ook weer 2,5? Nee, ik heb 1,5? Ik heb Ruud gehoord ook op de podcast in die discussie. Ik vind dat Mijnans wel misschien voor dat bedrag verkocht moet worden, maar ik vond wel dat er alles aan gedaan wordt tot het einde van het seizoen. Dan had je dat bedrag ook gekregen. Ik vind dat die seizoen had moeten maken. Nu achteraf is het niet zo relevant, omdat Sparta uiteindelijk met de huidige selectie het ook goed doet. Maar het kan dadelijk in die play-offs kan het wel iets zijn dat je net dat een type minus nog in je selectie zou hebben. Nee, je hebt weinig wisselgeld. Maar als je kijkt naar Laurensen en Kitalano, ja, ik vind dat we altijd te optimistisch zijn voor zulke bedragen moeten ze weg. Maar, want wij zijn in het buitenland, wij stellen niet zoveel voor. Kijk nou maar naar Agge. Agge staat in de wissel, die speelt nou in de tweede voet. David Sokolu die speelt ook nagenoeg niet. Okoye speelt niet. Appie Harrowi speelt haast niet. Toevallig gescoord anderhalf week geleden. Nu is hij weer ingevallen tegen Juventus, maar niet dat hij wekelijks in de basis staat. Maduka speelt niet. Wij zijn in het buitenland niet echt interessant. Ja, wij zijn interessant voor 2-3 miljoen euro. En als je naar de statistiek kijkt, ik ben weg van Laurens hoor, laat ik dat vooropstellen. Ja, en ik denk dat hij eerder verkocht wordt dan Kitalane op basis van zijn fysieke. Maar het bedrag voor Laurensen... Ja, noemen ze een bedrag? Ongeveer? Ik denk dat de marktwaarde 4,5 is. Daar snap ik helemaal niks van. Als die andere spits van Groningen 10 miljoen heeft opgeleverd. Ja, maar kijk eens, dat is een beetje hetzelfde. Ja, maar Trant Larsen, ja, ik was zijn naam kwijt. Kijk nou, natuurlijk Sparta moet hem wegdoen voor 7,5, anders moeten ze hem niet wegdoen. Maar hij heeft pas 9 gescoord. Hè? In Nederland 9 gescoord. Dus je kijkt wel, als hij de 25 in zou schoppen, dan is dat een ander verhaal. Nou, dan is Van Crooy meer waard. Ja, maar die is al 29 geloof ik. Ja, maar op statistieken wel. En nogmaals, ik hoop, zelf als Sparta liefhebber, dat hij niet verkocht wordt. Wie? Zelf niet voor 7 miljoen niet, Laurensen. Nee, toen ik als technisch directeur zei, ik, ja, voor 7,5 miljoen moet je hem wegdoen. Maar Van Crooy gaat weg. Lijkt mij. Denk je? Het contract loopt nog een jaar door, dus je moet hem of verlengen of wegdoen, want volgend jaar krijg je er helemaal niks meer voor. Nee, maar dit ijzer moet nu gesmeed worden. Dan wel door hem te verlengen, dan wel door hem weg te doen. Ja. En ik denk dat hij niet gaat verlengen. Die donkere wolk die boven die wereld hangt, is natuurlijk die rechtszaak over die spelers die weg zouden kunnen. Ja, ook dat nog. En clubs die geen geld meer zouden mogen vragen tijdens hun contractduur. Als dat echt zo doorgaat. Dat is doodzeker voor de voetballerij. Ja, maar voor Sparta helemaal. Want dan heb je geen... Dat is ons hele model. Ja, maar dat hebben meer clubs dit model. Ja, zeker. Dus dat is wel echt eng, hè? Nee, maar dat wordt een revolutie. Dat is net zo met de Bosman-situatie. Ja, precies. Ja. Dat wordt een regelrechte ramp. Oké, mannen. Sparta van de week. Anton. Ik heb er 2. Oh. De trainers, want Stijn was ziek. Dus kregen we het hele leuke duo Rijsdijk-Bukari. Die gingen staan toen er werd gezongen, ga staan als je voor Sparta bent. Die gingen gewoon staan, als trainers gaan staan voor een supporterslied, vind ik echt goud. En die blijdschap, er is een video op Twitter gezet door Sparta zelf, volgens mij. Van hun juichen naar de goal van Pinto. Nou, echt. Die twee die zijn en verliefd op elkaar en op Sparta en op iedereen. Dat vond ik zo leuk. Ja. En heel lang na de wedstrijd kom ik Bukari buiten tegen voor het stadion. En die stopte, gaf mijn hand en zei van geniet ervan, hè. Met van die wat ik wel gek vond, hè. Was kwart over 3 was dit. Ja, inderdaad. Dat is toch goud was dit. Maar Bukari die heeft een paar weken geleden bij ons in de extra podcast gezegd op het kasteel van joh, ik wil graag hoofdtrainer worden van Sparta. Maar dan lijkt het voor de buitenwereld althans dat Jeroen Rijsdijk de hoofdtrainer is. Heeft hij dan een streepje voor op Bukari? Of hoe zit dat? Ja, meer trainerservaring, denk ik. Meer trainerservaring. A-diploma. Maar niet dat hij per se heel veel beter doet in de media. Nee. Een klein beetje mediatraining. Of het moet ook in je karakter zitten. Is goed, toch? Vond je? Ja, natuurlijk dat jij aan de brave kant. Hij is veel wilder dan hij in de interviews lijkt. Maar hij deed dat toen niet slecht. Als je als assistent 1 keer mag doorschuiven, moet je dan in 1 keer een grote mond opzetten? Nee, geen grote mond, maar er mag wel iets meer bravoure. Ruud is wel beschikbaar om mediatraining te geven. Ken je plaats. Nee, Oké. Maar als interim trainer, ik ben zelf een aantal malen interim trainer geweest. Ja, die spanning is zo groot. Ja, omdat als je niet presteert, een week later ben jij gewoon weer de assistent. En als je het niet goed doet,
dat ga je dan nog maanden horen. En Jeroen Rijs denkt, Bukari loopt met het borst eruit. Ja, tuurlijk. En ik moet wel zeggen, ze hebben ook duidelijk aangegeven dat het de Stijn natuurlijk een grote man is, die het eigenlijk neerzet, dat het voor hun eigenlijk een ABC'tje was. Maar er is de gigaspanning op. Nou, bij jou is het nog goed gekomen. Want jouw eerste wedstrijd toen je het overnam was, 8-0 nederlaag tegen Ajax, geloof ik. Och, dat vergeet ik nooit meer. Dat is een goede klassieker. Nee, man. Toen nam je het van Handbergen? Ja, van Handbergen. En dat was wel een bizar jaar, want we werden landskampioen. Ik trainde tweede van Sparta. We werden landskampioen met de tweede. Ik had net mijn A-diploma gehaald. En Han ging op woensdag. Er was een revolutie van een aantal spelers. Ja. Dus en naar Dordrecht uit is dit, toch? Ja, joh. En op dinsdagavond de opstelling op bekend gemaakt. En dinsdagavond wordt die opzij gezet. Woensdag moesten wij tegen Ajax. En wat ik nooit meer vergeten, ik had een elftal leiden. En ik had wat mensen naast me zitten. Dus met volle borst, het Sparta gevoel. En na 5 minuten, 10 minuten zat ik helemaal met mijn eentje. Waar ze allemaal die kant op geschoven. Ja, het stond 3-0. Man. En ik wil aangeven, dan kan het toch nog goed met je komen. We zijn wel in de Eredivisie gebleven toen die tijd. We hebben wel een hoop wedstrijden nog gewonnen daarna. Dus, Ruud, jij Spartaan van de week? Ja, dat kunnen er maar twee zijn voor mij. Ik heb maandag weer een fantastische avond gehad. Dus ik wil het organisatiecomité van de Oerspartanen, Pim Grouten en Leo Ruys, bedanken voor een geweldige avond. En dat doe ik door middel van het ze benoemen tot Spartanen van de week. Want Henk zei het voor dat we begonnen. Iedere club heeft een vijfde kolonne. Misschien is dat wel onze vijfde kolonne, die Oerspartanen. Daar mag je bij zijn. Als je boven de 50 bent en iets met Sparta hebt, je moet wel 92,5 betalen, maar dat maakt niet uit. Je hebt een topavond, mannen onder elkaar, stropdassen om, Sparta-lied zingen. Wat zeg je nou wel, stropdassen om? Ik zag een foto van jou, Henk. Ruud zat daar netjes in zijn rood-witte stropdas. Je had een blauwe aan. Was dat een statement? Nee, want ik heb eigenlijk. Ik heb wel wat Sparta stropdassen, maar die paste niet bij het pak wat ik. Modieus. Weet je, dus, het maakt mij niet uit. Het waren 100 mannen. Het was. Henk was leuk bij. Het was een topavond, hè? Nee, het was heel erg goed georganiseerd. Maar dat doet Pim al jaren. En dat moet je blijven. En moet je dan uitgenodigd worden? Of krijg je een uitnodiging? Of kan je gewoon opgeven? Ik doe mee. Dus ik krijg een brief voor volgend jaar weer mee te doen. Maar ik kan natuurlijk ook iemand meenemen die dan 50 is. Dus je hoeft niet persoonlijk uitgenodigd te worden. Ik kan tegen iemand anders zeggen, joh, hey, jij hebt ook wat met Sparta. Je bent boven de 50. Meld je ook aan. Leg je geld neer. Je bent van harte welkom. Leuk hoor. En alleen maar mannen dit keer. Oh, wat wil je pakken? Nou, wij kregen een mooi cadeau bij weggaan. Henk, vertel jij het wel van kregen? Ja, nee, ja, absoluut. We kregen van een gulle gever kregen wij een kistje Sparta-wijn. Sparta-wijn? Ja. Rode wijn. Toen was er de directeur, jouw vriend Manfred Laros, en die zei, ik sta de mijne af aan de mannen van de podcast. Ik heb er natuurlijk ook een, jij hebt er een. Maar voor jullie? Voor ons. Anton. En toen heeft hij bij Pim nog een doosje geregeld. Dus Frank. Dankjewel. Prachtige wijn. Kijk, Henk en ik hebben al. Ja, maar dit is nou ook typisch Manfred. Als het gratis is. Als het gratis geeft hij weg. Als het gratis is, geeft hij het weg, hè? Hey, wat mooi. De menukaart. Oh ja, die had ik voor mezelf meegenomen. Lees het voor, Anton. Oh, die heb ik niet. Gerookte zalm met mierikswortel. En IJsselmeerpaling. Oké. Kalfswang. Oké. Dat is heerlijk. Dat is wel mooi. In mijn laatste boek over Sparta heb ik het over die oude menus, maar dit kan daar zo tussen. Ja. Oh, maar dit is wel echt leuk. 1910. En speciaal gelabelde. Dus het hartstikke leuke cadeau om mee naar huis te nemen. Dus twee kreeg ik extra, die zijn voor jullie. Dus het is jullie van harte gegund. Dit is een beetje omkoperij natuurlijk. Hè? Om een beetje positief over Sparta te praten. Is wel leuk, alleen... We beginnen opnieuw met kijk, ik heb vaker gezegd, ik draag Sparta echt een warm hart toe. Hè? Ja. Maar ik ben niet zo'n Spartaan als dat jullie zijn. Bij jou halen we die labeltjes eraf. Nee, maar is er niet iemand die dit veel meer verdient dan ik? Iemand die zit te kijken bijvoorbeeld? Of... Nou, als jij er zo in zit, dan is dat goed. Nou, dan moet je een oproep doen. Alleen dan wil ik niet... Kijk, Manfred, dank je wel hiervoor. Alleen, zeker. Hartstikke bedankt. Maar alleen, er moet iemand... Ik vind dat ik hem niet verdien. Ja. Ik vind dat iemand anders moet krijgen. sport@rijnmond.nl zou ik zeggen. Ja. Mail, als jij... En dan wil ik dat je niet mailt voor jezelf, maar voor iemand anders. Ja, met een goed verhaal, want het is een flesje wit en een flesje rood. Maar het moet wel echt een Spartaan zijn. Mijn vader zijn. Of mijn opa of mijn moeder. Weet je, zoiets. Dat zou ik wel een mooi verhaal vinden. Dan gaan we iemand blij maken gewoon. Ja, toch? En dat is dus nogmaals niet omdat ik er niet blij mee ben, maar omdat ik... Dankjewel, Manfred. Maar... Dan ga jij het ook brengen, toch? Ja. Nou, die komt gewoon hier naartoe. Ik wil wel zeggen, Sparta is veel meer, dat heb ik al zo vaak gezegd in deze podcast, dan alleen Sparta 1. Ja. En het gaat natuurlijk hartstikke goed nu met Sparta 1. En dat merk je op zo'n avond dan wel. Ja. Dat het Sparta 1 is voor 95%
topic of conversation. En voor mij mag het wel wat breder zijn. Hè? Er zaten daar cricketers. Ja. Er zit daar een man, ja, Koos van der Mark, die bezig is om de honkbaltak weer op te starten. Ja. Er zaten daar mensen uit de jeugdopleiding. Dus het zou veel breder kunnen. Amateurs. Ja, sorry dat ik... Ja, want het eerste van de RVAV gaat heel erg goed. Ja, dus daar kan je het ook over hebben. Ja, die gaan kampioen worden in de tweede klasse. Ja. Dus nou, maar nogmaals, ik heb in het buitenland lang gewerkt. En wij onderschatten het verenigingsleven. Ja, want dat maakt ons uniek. En Sparta heeft die vereniging. Ja? Dus koester dat. Ja, want daar kan je altijd op terugvallen. En ik ben het helemaal met Ruud eens. De cricket, met Leo de Jong, Frans Kerpel, met de RV en AV. Dat zijn allemaal, de honkballers, dat zijn allemaal echte Spartanen. Die dat moet je koesteren. Nou, even, moet je een leuke dan. Want we spelen, de amateurs spelen zaterdag 22 april om 3 uur uit bij Alexandria. En daar is Ben Spork coach. Ja, dat is ook een oersportaan. Absoluut. Dus als je dan toch een keer denkt van nou... Dan kan je beter een week later komen. Dan spelen ze thuis tegen tuurlijk. Een nieuwe kerk. En daar kunnen ze kampioen worden. Dat is ook leuk. Weet je wat, dan ga je niet één keer kijken, dan ga je 2 keer kijken. Ja. Dan ga je en naar Alexandria uit en naar Nieuwe Kerk thuis. Ja. En ondanks die verbouwing kun je er gewoon naartoe. Jawel. Ja. En je kan nog een biertje drinken ook. Dus, dat is een aanrader. Dat is een aanrader. Ja. Die verbouwing loopt overigens uit, hè? Dat is het nieuws van deze week. Ze hebben het niet gehaald september en ze gaan nu voor de winterstop. Ja. Voor de oplevering van het complex. Ja, en clubs als PPSC en Excelsior 20, die zijn er ook van op de hoogte. En die ontvangen ze met open armen. Ik ben Petersburg, bij Shakhtar. Geloof mij maar, dat wordt jullie. Dat wordt niet december, natuurlijk. Dat wordt jullie. Dat gaat dus altijd later, ja, absoluut. Ja, ja, dat stadion 100%, maar mijn ervaring, het duurt altijd veel. Het stadion van Zenit St. Petersburg is geloof ik 10 jaar later opgeleverd. Hè? Klopt, ja. Maar Shakhtar ook, hè. Er stond trouwens wel iets geks in dat bericht, want Jong Sparta... Ze gaan spelen op een kunstgrasveld. Jong Sparta. Ja, die spelen nu bij Excelsior Maassluis. Je wilt toch dat ze aansluiten bij onze eerste? Dus dat weet ik wel. Het is zo verschrikkelijk moeilijk voor de club om. Want ik ben er zelf ook achteraan gegaan toen die tijd. Ik heb 7-8 amateurclubs bezocht. Ja, je komt niet zomaar overal terecht. En Excelsior Maassluis is een samenwerksverband. Ja, het ziet er best wel goed uit. Het is jammer dat het kunstgras is. En, maar ook op het nieuwe te brengen. Spelen ze op kunstgras, gewoon vast? Volgens mij, toen ik er nog was, was de bedoeling dat in ieder geval absoluut dat hoofdveld, dat gewoon gras zou worden. Okay. En dat ze daar het tweede gaat spelen. Maar het zou me niet verbazen in de toekomst, net zoals vroeger, dat het tweede elftal dadelijk heel veel wedstrijden gewoon in het stadion gaat spelen op het gras, als de weersomstandigheden dat toelaten. Want nu wordt dat maar 1 keer in de 2 weken gebruikt. Dus dat is meer... Hoe de club, de trainer en het management er tegenaan kijken. Hey, ik heb nog een klein berichtje over Sparta. Er zijn deze week 3 extra stadionverboden opgelegd. Afgelopen thuiswedstrijd ging de politie de tribune op. Hebben toen die raddraaiers geïdentificeerd. Zijn alle 3 direct verwijderd. Stadionverbod, dat is een goed teken toch? Dat actief wangedrag wordt bestraft door de club. Dat is waar we ons hard voor hebben gemaakt. Dus dat is helemaal, lijkt me helemaal prima. Toch, Anton? Het was een gouden avond. Ik compliment ook voor de fans van Heerenveen. Die zich, maar je gaat niet in op wat jij zegt nou. Ja, ik heb het niet gezien. Nou, ik in een flits. Wij hebben iets naars meegemaakt op de Dennis Neville. Ja. Toen was iemand onwel. Onwel, hè? Ja. Oh ja, dat heb ik gelezen, ja. Het was 10 stoelen naast mij. En dat was heel, heel vervelend. Hoe is het nu met... Voor wat ik weet gaat het goed. Oké, okay, gaat het goed afgelopen. Nou, fijn. Gelukkig. Maar wel goed dat dit soort raddraaiers in het dekkie worden gepakt. En het is vooral naar omdat er... van links naar rechts moest worden geroepen, want de EHBO zit in die hoek van het stadion. Mm-hmm. Dat ging traag, maar de paniek nam toe bij supporters. En dat is vervelend. Op het veld gaat dat dan door natuurlijk. Dus je zit in een rare... Het is een beetje een domper was dat even. Moest je van je afschudden. Dus in de rust moest deze persoon in dat gouden folie op een brancard worden afgevoerd. Oh. Iedereen kijkt toe. Ja, blaffende politie opzij. Is niet heel fijn. Hey, en was er een beetje vreugdebier op het veld? Werd er wat gegooid? Ik heb helemaal niks gezien. Nee? Nee, volgens mij niet. Nee, volgens mij is dat lik op stuk beleid, heeft dat echt zin heel snel. Ja, zou dat echt helpen? Ja, een klein zijsprongetje, want we zijn toch pas 1 uur en 3 minuten bezig. Maar je haalt toch wel uit je hoofd. Je gaat toch niet zo'n wedstrijd. Ja, maar denk je dat risico lopen wat bij NAC Willem II is gebeurd? Hè? Dat is gestaakt ook omdat er. Uitstekend. Ja, maar denk je ook, Henk? Ja, dat supporters worden afgeschrikt daardoor? Ja, ik denk dat er gewoon getrammeld door sociale controle. Dat het publiek zegt: joh, nou, je ziet alles voor de club. Dit is de enige kans om te zorgen dat het niet meer gaat gebeuren in de toekomst. Want anders blijf je maar praten. Iedereen heeft een mening erover. Wij ook trouwens. Maar als je niets doet,
Ja, kom op. Ja, het mooie was dat het in de eerste divisie gebeurt. Gaat toch nergens over. Dus daar konden ze een mooi voorbeeld stellen. Nou, er zaten 17.000 man in het stadion. Maar de eerste divisie gaat gewoon nergens over. Dat weten we toch. Daar zijn we geweest. Gaat nergens over. Is dat het? En er moest echt een voorbeeld worden gesteld. Ja, dus dit was ideaal. Ja. Overigens over Sparta gesproken bij de Schicht Supporters Home van tevoren. Liet iemand een aansteker uit zijn zak vallen. Dan hoor je ook tien man van oh. Dus kijk uit, die controle neemt heel snel toe. Mooi. Wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post. Hey, we hebben niet alleen post van Vincent binnengekregen. We hebben nog veel meer vragen en opmerkingen gekregen. Beste Frank, jammer dat je deze mooie pot moest missen in verband met de marathon de dag daarna. Maar wat schetst mijn verbazing? Jeroen Guter deed het NOS-commentaar bij de wedstrijd Sparta Heerenveen en liep op zondag de marathon. Ja. Wat het zegt kan, dit? Het kan dus wel. Ja. Wat zegt dit? Ja, inderdaad. Dat mooie uitzending was het zondag. Spartaanse groet van Harm. Nou, inderdaad, ik heb lekker vanaf het bankje gekeken. Guter, die vond die marathon ook geweldig. Hè? Zijn debuut daar. Supermooi om te zien. Ja, je wilde je stem bewaken, toch? Dat was het, hè? Nou ja, ik vind dat ik een beetje op tijd naar mijn nest moet gaan. Maar goed, Ruud die trekt hem gewoon vrolijk door, hoor. Die was hier zondagochtend om 7:00. Klinkt toch ook goed? Ja, zeker. Maar die was wel wat eerder klaar. En was niet op tv, dus ik wilde ook geen wallen onder mogen. Geen visagie allemaal. Hey Ruud, jij hebt ook een vraag gesteld. Niet zozeer aan deze rubriek, maar wel binnen Sparta. Jij hebt gevraagd, wat betekent het hoge aantal zegens en de punten voor het budget? Gaan de premies een gat slaan in de begroting? Ja, heb je het antwoord ook? Jawel, maar dat vind ik leuker als je het zelf vertelt. Ja, maar dan moet ik mijn WhatsApp erbij gaan pakken. Nou, je weet toch wel ongeveer wat er gezegd is? Ik wil wel correct blijven natuurlijk, dus dan moet ik even... Die vraag heb jij gesteld aan Laurens, aan de directeur, lijkt me... Heb jij wel eens contact met Laurens dan? Ik heb wel eens leuk contact. niet zo vaak als Henk, maar... Alleen door media training. Nou, er wordt gesuggereerd in de wandelgang dat hij gewoon helemaal bij je in de huis hoort. Dat hij een kamertje heeft daar. Dubbelganger, allebei kopiekaal en dasje. Je ziet het verschil niet. Even kijken. Sportieve resultaten brengen ook meer omzet. Bijvoorbeeld kaartverkoop, spelen van play-offs. Deze zijn niet begroot. Dus met dergelijke inkomsten kunnen we de prestatieve bonussen betalen en slaat er geen gat. Met de spelersgroep zijn daar gebalanceerde afspraken over gemaakt. Als de club extra geld verdient, verkrijgen zij daar ook een collectief deel van. Oh ja, dan moet je zeggen, waarvan akte? Waarvan akte? Antwoord van de directeur. Anton, briefje van jou, want we gaan langzaam naar de glazen bol. Heb je nog iets op je lijstje? Nee, behalve dat het balen is dat er heel weinig mensen naar Twente uitgaan. Wat echt een topwedstrijd is. Maar dat is eigenlijk al een beetje glazen bol, hè? Weet je wel, hè? De glazen bol. Maak je verhaal, hè? Het verdient een enorm vol uitvak. Nou, dat is het niet geworden, want als clubs het hele uitvak willen afnemen of vullen, dan moeten ze een verplichte buscombi instellen. Nou, dat is niet gebeurd. Nu mogen er ook mensen met de auto, maar dan zakt het aantal gelijk. Dus het is heel jammer dat je straks op tv een redelijk matig gevuld uitvak ziet, terwijl het echt alle support van Sparta verdient. Dat is jammer. Blijkbaar wisten we ook niet van tevoren dat dit zo'n topper zou worden. Want ja, maar je kan het ook zo zien. Want Sparta gaat waarschijnlijk spelen tegen Twente in de play-offs. Ja? Huh? Daar gaan we dan. Hoezo? De finale. Je doet in de finale play-offs. Beetje zand in de ogen strooien. Dus dan is het een half vak en dan wordt het een heel vak. Maar we gaan toch voor plek 4? De hele play-offs gaan we omzeilen. Ja, toch? Dit, nee, daar ga je. Dat, nee, dat we hebben een gunstig programma. Het kan wel. Gezien het programma van AZ. Ja, het kan wel. Ja, geloof je er echt een beetje in? Nee, ik geloof er niet in. Maar het kan wel. Het kan wel. Nee, maar Maurice Stijn die zegt zelfs: nee, vijfde is eigenlijk ook wel te hoog gegrepen. Want die selectie van Twente is gewoon een stukje sterker en breder. Ja, maar het programma van Sparta is goed. Kijk, persoonlijk nogmaals, mijn eigen mening, ik denk dat ze die wedstrijd tegen Twente gaan verliezen. Maar daarna zijn er nog een aantal wedstrijden waarvan ik denk dat Sparta die wel kan winnen. Noem ze even op, want ik heb ze niet alle vijf op mijn rijtje. Groningen, Cambuur, PSV krijgt ook een moeilijk. Volendam, die drie clubs die kan je pakken. Als je die drie wint, dan denk ik dat je gewoon nog inderdaad vijfde kan worden. Maar nogmaals, of nou zesde wordt, vijfde wordt, je hebt het niet geweldig gedaan. Ja, maar dat maakt ook niet zo heel veel uit, toch, wie je dan krijgt in de alleen voor de boeken. Voor de boeken. Misschien wel tv-geld en zo, dat iets meer zou kunnen opleveren. Oh, dat zou kunnen, dat zou kunnen. 1-1. 1-1. Wie? Lauritsen. Zo. En dat had je vorige keer ook. Ja, daarom. Had je even geen punt opgeleverd tegen Heerenveen. Anton trouwens wel. Hè? Anton is weer een puntje erbij gekregen. Dus die had 3-0. Victor van Krooij is de doelpuntenmaker. Een puntje erbij. Je hebt nu 13, Ruud 21 en ik 27. Kan je toch een beetje zien waar dat verstand zit. Precies. Ja, dat weten we zo. Hè? Niet dat de rood-witte shirt aan. ik heb opgeschreven 2-1 Ricky van Wolfswinkel. Sparta gaat daar niet winnen. Ja, Henk en ik delen dezelfde mening. Ja. Wat had je nou? 0-2. 0-2. Zo, 0-2. Van Krooij scoort de eerste. Uit de vrije trap. Oké, dus we hebben een gelijkspel, een nederlaag en een overwinning. Henk, doe even mee.
Ik denk 2-0. 2-0. Ja. Wie maakt de eerste? Van hun? Ja, de eentje die heel weinig scoort, Flap. Oh ja, de vloek van Flap is... Je zit weer een jaar te wachten tot hij scoort. Altijd tegen Sparta dan, hè? Hey, dan scoren ze. Nou, Stijn scoorde vorige keer. Op het kasteel net voor de winterstop was dat. Ja. Hoe vond je het, Henk, hier? Nou, ik vind het wel gezellig. Ik had het iets kritischer verwacht hier ook. Kritischer, maar iedereen is toch wel... heerlijk zonnetje schijnt, Sparta vijfde plaats. Nee, maar wat jij ook zei, Henk... Die tijd van kritiek is toch ook wel een beetje achter ons nu? Dat is al lang geleden dat je weg bent gegaan. Kritiek. Nee joh, in het algemeen. Nee, maar helemaal naar mij toch geen kritiek. Dus het is geen ja, maar op wie ga je nu zitten zeiken met een vijfde plek, Henk? We moeten wel kritisch blijven zijn, maar wel als het, als het nodig is. Kritisch in de zin van, wat gaat de toekomst brengen? Ja, waar moeten we op letten? Etcetera, etcetera. Nou, dat hebben we het over gehad, hè, over het verlengen en zo, dat nu belangrijk is. Nou, ja, oké, dat was een kritische vraag. Ja. Dat vind ik ook wel leuk altijd. Ja, toch? Dat hou je scherp, hè? En dat moet ik mijn grote vriend Hugo... wel nageven dat hij wel kritisch is, maar hij probeert het wel altijd. Misschien slaat hij het wel in het verleden een beetje door, maar als er eentje idolaat van Sparta is, dan is Hugo het wel. Heb jij wel eens gehad, tenslotte als de TD, dat je wel eens helemaal scheidsziek werd van de media? Dat er iemand dat er zo aan jouw stoelpoten werd gezaagd ergens of zulke onzin werd verkondigd? Ja, eigenlijk niet. Ja, wat moet je zeggen? In Rusland las je de kranten toch niet? Nee, maar oké. Maar ik heb ook bij andere clubjes wel eens gewerkt. Werd wel eens dingen gezegd, maar het moet je doorheen prikken, joh. Dat is gewoon. Dat hoort er allemaal bij. Ja, en als je 40 jaar in de voetballerij zit, dan weet je heus wel hoe het een beetje werkt. En dus, je moet niet alleen maar luisteren als er iets goed geschreven wordt. Er wordt ook wel eens iets slechts over je gezegd. Nou ja, so what? Zo is het. Zo is het. Zit weer lekker aan het eind. Ik vond het heel leuk, Henk, dat je er was. Ja. Echt oprecht. Kom lekker nog een keertje. Zeker. Op de fiets of met de auto? Waarschijnlijk op de fiets. Omdat je hier niet kan parkeren. Ja, precies. Als je naar Pinto weer belt, vraag even of die blijft. Nou ja, ik zou echt, ik meen het echt, en misschien komt dat een beetje kritisch over, maar nog van beide kanten, zowel van de zaken nemen als de spelen. Maar uiteindelijk zijn we toch allemaal dolgelukkig als het goed komt. Ja. Zo is het. En de waarheid komt altijd boven tafel op termijn. Dus, nou ja, er staat hier water op tafel, er staat wijn op tafel. Zo is het. Laat dat een goed voorbeeld zijn. Ruud? Top dat je er was. Doe je het verslag? Nee, hè? Philip van Essen. Enschede. De mazzelaar. De mazzelaar. Ga je ook? Nee, helaas niet. 12:15, hè, zondag. Ja. Dus dat is gewoon weer lekker wakker worden. Voor supporters niet lekker, maar voor als thuisblijver is het wel lekker. Wij zeggen bedankt voor het kijken. Ja. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot een volgende keer. Dag. Als Spartaan zijn wij geboren, als Spartanen sterven wij. In de geest van Bok de Korver. Sparta naar voren!